Wat ze weer gaan diepen. En we hebben vandaag een ridder bij ons. Vandaag een ridder, onze leider in de auto met de rode jas. Om Frank Dudeman met een daverend applaus. U ziet de man uit de auto. Meneer, wilt u daar niet gaan staan? Dat is gevaarlijk. Ja, dankjewel. De Glibbering Classic, dames en heren. De 18e maal met een nieuwe ridder aan boord, dames en heren. Ontvangt u onze Sjaak met een daverend applaus.
blijven rijden. Ja. Ja. Morgen, dames en heren, de 18e regio Henk Lubberding Classic trekt aan u voorbij. Een gigantisch spektakel wat van weerga niet kent. We zijn blij dat u weer in grote getale bent gekomen. Wilt u zo ver mogelijk achter de dranghekken blijven staan? Ja, maar ja, ik kan echt niet hoor. De Het hele peloton al, want het eerste deel van het peloton hier voorbij.
Het is Fouten de Groot, de man die aan de leiding gaat. Lampenier, is het Schreurs die daar rijdt? Is het Schreurs? Het zal nog niet, als ik kijk naar de rode kop, dan is het Schreurs. 223, dat kan vooraan. Heren, ik zou een beetje opschieten, want hier vooraan, meneer Hurekamp, zijn ze al gepasseerd. Hè? We hebben onder 110 hier voorbij zien komen. Ronald Scheffel, de man van het Special Cycling Team, de Blitzer. Hier is het toch met een grijns op het gezicht, onder 229. Ralf van Leeuwen, die deze groep leidt. En er wordt nog even een shelletje genomen, zie ik, door in Jean Bates. En dan hebben we nog twee mannen achter het fluorigeerde shirt, nog één hier opgestreept. En ik ben benieuwd of die terug gaat komen, hoor. Want als ik zie hoe die zit te hijgen en de adem te happen, dan rommeleren. De volgende groep gaat hier onderaan, voor de man onder 114. Dat betekent dat Chef Schellekens aan de leiding gaat. En Marco Polo wordt vertegenwoordigd door de man onder de nummer 40. Dat wappert hier een beetje bij. In ieder geval is de passage hier van de man onder 50, Henk Martens. En dan heeft hij echt nog wat fanclubs hier, of leden van de fanclubs, Simon Langerhorst. En ik denk dat ook de man onder 22 familie heeft. Ja, ja. Nou, hij kijkt een beetje verdwaasd, Maurice Geelink, maar hij is hier wel degelijk gezien door de fanclub. De bezemwagen is voorbij, hè? Dat weet je.